wij hebben met Dolomina samengewerkt met andere organisaties, zoals het Centrum van Seksuele Voorlichting, met Vrouwen tegen Verkrachting en ook met Stichting Logos, om een naaktactie de 15 augustus in Blankenberg te organiseren. Naakt was toen helemaal getaboeëerd op een strand. Er bestond geen monopolie, er bestond geen naaktstrand in België, in Nederland wel al. En wij redeneerden als volgt. Seksualiteit komt eigenlijk niet zozeer te kijken bij verkrachting. Verkrachting gaat over macht. En een van de aspecten van macht is dat je een ander verplicht om uit te kleden. Dus als naakt gedetaboeëerd wordt, dan is dat geen machtsspel meer. Want naakt is gewoon. Dus we zagen ook in andere landen dat naakt normaal was. Ik denk aan de etnische culturen. Ook bijvoorbeeld in Nederland waren die naaktstranden er. Dus dan zijn wij naar Blankenberg getrokken, uitgerekend op 15 augustus, omdat er dan heel veel volk was en zijn ons daar beginnen uit te kleden. Het resultaat is geweest dat we allemaal gearresteerd zijn geworden en een correctionele straf hebben opgelopen. Maar we hebben wel mijlpalen verzet, denk ik, als je ziet hoe dat naakt nu toch gedetabueerd is geworden.